is de presentatie van Chloe over Angola. Wat ga ik vertellen over mijn land? In deze presentatie ga ik vertellen waarom ik voor dit land heb gekozen. Het landschap, het weer, feitjes over het land, waar het land ligt en de culturen, feestdagen en meer. Waarom heb ik voor dit land gekozen? Ik heb voor dit land gekozen omdat de familie van de kant van mijn vader daar vandaan komt of daar wonen. Waar ligt Angola? Angola ligt in Zuidwest-Afrika. Angola heeft 18 provincies en de hoofdstad van Angola is Luanda. Landschap. Angola is 37 keer groter dan Nederland en heeft 3 soorten landschap. De eerste landschap is de kuststrook, de tweede is de heuvels en de bergen en de derde is het uitgestrekte plateau. Dit is het volkslied van Angola. Zelf klikken. Op het scherm klikken. In Angola spreken ze Portugees. Hoi betekent. Hola. En goedemorgen betekent bom dia. En hoe gaat het betekent turoben. Feestdagen. Veel feestdagen zijn hetzelfde als in Nederland. Zo, bijvoorbeeld zoals Pasen, Kerst, Pinksteren. In Angola vieren ze ook de onafhankelijkheidsdag. Lang geleden werd een land afgepakt door de Portugezen. Na vele jaren hebben gevochten tegen de Portugese bezetting, kregen ze hun land eindelijk terug. En dat was op 11 november 1975. Daarom vieren zij op die datum de onafhankelijkheidsdag. Hoeveel inwoners heeft Angola? Angola heeft 33 miljoen inwoners. De president van Angola is João Lourenço. Armoede. Er is veel armoede in het land Angola. Het land is rijk, maar er zijn veel arme mensen. Dus ze hebben niet kleren, eten, drinken en dingen om hun kinderen mee bezig te houden. Cultuur. Het christendom is het grootste godsdienst in Angola. 41% is katholiek, 38% is protestant en 12% is niet gelovig. En de rest die heeft een ander geloof. In Angola betalen ze met de kwanza. 500 kwanza is 1,08 euro. En hier heb ik ook nog geld in zitten. Angola heeft een tropisch klimaat. De meeste regen valt tussen november en april. Het is dan gemiddeld 30 graden. Van mei tot en met oktober is het droog en is het gemiddeld 25 graden. Ik heb nog 3 quizvragen voor jullie. En dan ga ik quizvraag 1. Hoeveel inwoners heeft Angola? A. 18 miljoen. B. 35 miljoen of C. 33 miljoen. Wie zegt A? Wie zegt B? En wie zegt C? Goed, de antwoord was C. Hoe heet de president van Angola? A. Vladimir Poetin. B. João Lourenço of C. João Lourenço. Wie zegt A? Wie
Die zegt B. En die zegt C. Het goede antwoord was B. Dus vraag 3. Met welk geld betaal je in Angola? A. De kwanza, B. De euro of C. De dollar? Wie zegt A? Wie zegt B? En wie zegt C? Het goede antwoord was A. Ik had ook nog een pop uit met Angolese kleren meegenomen en hier ligt het op geld. En ja, dat was mijn presentatie. Applaus voor jullie.